Hoe zou je de man die jij speelt nu beschrijven? Hij zit natuurlijk met die dood van zijn moeder. Met wie hij toch al niet zo'n enorm fantastische relatie had. Komt thuis en kan daar niet over praten. Wanneer kom je nou terecht bij de psychiater? Over 4 jaar. Wat? 4 jaar. Wat? Ja, er is een wachtlijst van 4 jaar. Hij moet breken. En hij lacht alleen maar. Hij lacht alles weg? Hij lacht alles weg. Hij heeft een soort, hij is een soort van manisch bijna in het begin. 4 jaar? Ja, die zijn zo om. Rapido. Maar dan houdt nooit vol, dat kan niet. Is dat waar? Nou? Wat moet ik doen? Bob. Wat? Bob. Die demonen waar hij last van heeft, en je noemde het net al, Frank. Wat zijn het voor demonen? Nou, ja, ja, we zeggen toch wel eens tegen elkaar van, zo ken ik jou helemaal niet. Weet je wel, of wat is er in jou gevaren? Zo, dat. En dat is natuurlijk toch wel iets wat we allemaal bij ons dragen. En waar we ook tegen vechten, weet je wel. En dat proberen te onderdrukken. Thomas, ik wil dat je me kust. Ik ben zo eenzaam. Ik ben zo eenzaam. Hou je bek! Ik weet niet eens meer hoe ik heet. Hoe heet dit? Je raakt me niet aan, want ik maak je dood. Nee, dat moet je niet zeggen. Ik kom naar je toe. Ik maak je dood. Helpt het eigenlijk dat je ongeveer de leeftijd hebt die hij ook heeft? Het is een moment waarop je een zekere rust ook over je krijgt. Ik ervaar wel nu zo ongeveer een soort van geluk. Ook wel een soort van broos geluk. Maar wat wel heel puur is en waar ik ook wel voorzichtig mee ben. Maar niet zo voorzichtig dat ik alleen maar in mijn bed blijf liggen. Maar ik ga daar wel, nou ja. En wat is dat dan? Dat kun je dat wat nadruk concreter beschrijven? Dat die toch uiteindelijk toch wel gewoon je kinderen zijn. Ja, ja. Toch? Dat is... Dat mag je niet doen! Dat doe je niet! Er komt een dag en dan maak ik haar dood! Heb je al gedaan? Maar dat mag je niet doen!